misschien het Rijke Work. Dat weten we ergens. Dat je... Nee, wacht maar, ik voel het. Het enige wat een resolver hoeft te weten, is wat de vertrouwde sleutel is. Dus ik doe hier even settings. Als je settings intypt, dan krijg je ook een overzichtje te zien met wat er allemaal geconfigureerd is op je werkstation. En welke IP-adressen daarvoor gebruikt worden. En daarin... Hier deze onderste twee regels. Daarin staat dat er twee verifiers zijn geconfigureerd. Dus validerende resolvers. Eén bind en één unbound. De bind is geconfigureerd in verifier. En de unbound in verifier unbound. En je gebruikt... De unbound resolver, dat kan je ook zien als je kijkt naar de inhoud van etc.resolve.com. De nameserver die gebruikt wordt, is het IP-adres van de unbound resolver. Wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ze valideren, is een trust anchor, een root key. En dat is het enige wat je hoeft in te stellen. Dus als ik kijk in deze directory en ik pak het configuratiebestand van unbound erbij, is dat nog... Dan staan er allerlei dingen in die uitgecommentarieerd zijn. Zo'n hekje ervoor betekent dat het de default waarde wordt gebruikt. Nou, waar is hij? Oh, de hints file, ja. Nog iets verder? Nog iets verder? Ja, we zijn er bijna, hè? Nog iets? Nee, je had hem net. Had ik hem al? Daar. Oh ja. Wat is het pad naar het vuil? Dus de... Dat staat hierboven. Verifier unbound. En dat is unbound.conf, ja. En dan is het unbound.conf. Dus deze regel... dat is de enige regel die nodig is om ervoor te zorgen dat unbound.conf valideert. Maar daarboven zie je alternatieven om het ook anders te kunnen doen. Ja. Maar goed, dat is wel makkelijk. Ja, ik kan eens even voor bind laten zien. Misschien is dat... dus bind staat in de verifier... directory. Name.conf. Dit is alleen, heeft alleen betekenis voor een authoritative name server. Dit is de regel. Die zorgt ervoor dat de bind resolver valideert. Wie gebruikt er allemaal bind? Weet u allemaal toe? Hoe de logging werkt in Bind? De Bind-gebruikers, dat is. Geef mij even de microfoon, dan ga ik het heel even snel doorlopen. Het is wel handig om het om te weten. De logging in Unbound die zet je door dat verbosity level wat hoger te zetten. Dat is meer dan voldoende. In Bind werkt het iets anders. Als je een klein stukje naar beneden gaat, je hebt hier het logging directive. En daar worden eerst een aantal kanalen gedefinieerd, de channels. En de channels die hebben een naam, die mag je zelf bepalen. Syslog channel, query channel, update channel. En dat zijn dingen die je zelf bepaalt. En daarin kun je een aantal
manieren waarop de log messages die door dit kanaal worden ontvangen, worden geprocessed definiëren. Dus later definieer je wat voor type log messages er naar zo'n kanaal gestuurd worden. En binnen zo'n kanaal worden ze gefilterd op deze manier. Hier zie je bijvoorbeeld print severity, yes, dat geeft debug, all, warnings, dat soort zaken aan. Category, dit is het maximale niveau wat je nog logt. En alle informatie gaat aan de syslog daemon, die dan weer verder naar files stuurt. Hier heb je een andere manier waarop geadministreerd wordt, zeg maar, wat er gebeurt. Alle dingen die in query channel terechtkomen, die gaan naar de query log. Dat is een file die niet groter mag worden dan 5 megabyte. En daarna wordt die getruncate en wordt gezegd dat je de tijd erbij moet zetten. Nou, zo zie je, dat gaat een stukje door. Als je iets naar beneden gaat, dan zul je zien dat er waarschijnlijk een DNSSEC channel is. Maar dat weet ik niet zeker. Oh ja, hier zo. Het DNSSEC channel schrijft alles naar de log DNSSEC. Hij zet er geen tijd bij, hij zet er geen categorie bij en geen severity. En hij, de maximale severity is debug 3. We doen dit niet omdat het zoveel informatie geeft, zeg maar. Dan heb je al je channels gedefinieerd en daarna zeg je binnen de bind resolver zijn er een aantal categorieën van fouten. Die krijgen een vlaggetje mee. En als de categorie van de fout is een DNSSEC of de categorie van de message een DNSSEC is, dan stuur ik hem hiermee het DNSSEC channel in. En je kunt dus meerdere channels definiëren. Je kan meerdere kanten op, zodat je in veel detail en in heel weinig detail gaat loggen in verschillende files. Hè? En je query log heel lang laat worden en je debug log maar heel kort, omdat je daar toch niet zo heel vaak heen hoeft. Nou, zo ziet dat er dus uit. En het is wel handig om te weten dat DNSSEC verhaal, dat is erg belangrijk. Security is net iets anders, betekent iets anders. En soms is het handig om die updates en notifies ook te scheiden. Het is wel handig om dat een beetje in de smiezen te hebben. Want je logging is een belangrijk instrument. Hoe dat werkt op een Windows machine, ik heb geen flauw idee. Nou, je hebt nu twee resolvers draaien. Eentje op de lokale interface 127.0.0.1. De andere op 127.0.0.2. Ik heb jullie verteld over drill. Ik heb je verteld over dig. De externe troubleshooting tools zijn helaas niet in dit lab beschikbaar. Wat een pech. En laat ik eens iets doen. Ga eens wat dingen resolven en kijken of het goed gaat. En dan met name heb ik hier een record en dat heet foutje. .olaf.work. Dan heb ik een A-adres. Ga maar eens even kijken of dat goed gaat en als het goed gaat of fout gaat, waarom het fout gaat. Of je daar achter kunt komen. En dat kun je doen door naar je logfiles te kijken op je 127.0.0.1 en je 127.0.0.2. En dat kun je doen door drill en dicht te gebruiken. En door het cd-bitje te zetten en al die leuke dingen die we hebben meegekregen. En dit is dan ook direct, zeg maar, het einde van de dag, hoor. Dit is een beetje facultatief. Maar zeggen. Ja, je moet eens kijken. Ja, hij resolft wel, maar als je DNSSEC erbij zet, wat gebeurt er dan? Oh, misschien moet ik hem nog. Potverdorie! Kun jij hem er even bij? Ja, ik zet hem er wel even bij. Zet je hem erbij? Ja. Dankjewel. En ik denk dat ik slim was. Nou ja. Dat is ook wel eens anders geweest. Oh, dat is ook work. De rest is niet nodig.
De rest is niet nodig, echt niet. Nou, hij klaagt zelf. Oh, bah. Maar dat maakt niet uit. Hij doet geen parsing zelfs, volgens mij. Moet gewoon niet staan. Eén seconde. De keys zijn een key, hè? Ja, lijkt me een goed idee. Ja, op dit moment is het, gaat het allemaal goed. Maar als het zometeen gesigned is, is de vraag of foutje Olaf.work ook nog werkt. Geef het 100 seconden. Ja, het ligt eraan of je 100 seconden geleden. Ja, het is nu al stuk, zegt Bos. Het was al stuk. Nee, ja, nou valideer je wel, inderdaad. Nou was. Ja, tenminste. Een foutje niet. Maar wel als ik zeg chicken die zee. Moet ik het laten zien? En als dat zover is. Dan sta ik echt voor raadsels. Ik snap er namelijk helemaal niks van. Waarom doet foutje. .c.olaf.work het wel? En waar doet foutje. .b. .olaf. Dat work. En niet. Wel. Gaat er hier iets mis? Ben je onder attack? Wat is er gebeurd? Wat zou er hier aan de hand kunnen zijn? Oh, wacht even, doet het ook niet? B, die doet het als ik checking disabled zeg, dan doet B het. Ja. Maar, dus B, C doet het wel. En B doet het niet, ja. Wat staat er? Wat heb je als lang? Oh, checking disabled? Ja, tuurlijk. Van B? Ja. Substitutie nadat hij gezaaid is. Het grappige is wel. Weet je wat daar zo grappig is? Die syntax die jij gebruikt in de layout van jouw output. Ik zie nu pas dat dezelfde layout als in de RFC staat. En dat is ineens een feest, een herkenning wat ik nooit had gezien. Maar mijn tools niet. Nee, dit is wel. Ja. Och jongens, ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip wat het leven een klein beetje eenvoudiger zou kunnen maken. Dat is namelijk het gebruik van plus multiline. Als je plus multiline intypt, dan wordt dit allemaal wat mooier opgeschreven, zeg maar. Dezelfde query nog maar eens een keer met plus multiline. Ja. Nou, gewoon even zonder zo. Kijk, dan zie je, dan wordt de layout wordt een klein beetje veranderd. En ik geloof zelfs dat als je keys hebt, dat die dan netjes de key tag er ook bij zet. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, wordt het een stukje mooier. Voor de echte hardliners, als je in je home directory een faaltje aanmaakt, .digrc... En je zet daar plus multiline op in. Multiline. En daarnaast plus DNSSEC. Hoef je dat nooit meer in te typen. Dat is voor de dichtgebruikers. Ziet er allemaal wat mooier uit. Maar ja, waarom.
Even kijken, waarom doet hij het? Waarom doet hij het niet? Kun je iets zien in de logfiles? Geeft je... Is er een DS-record dat mist? Is er een delegatie die misgaat? Is er misschien gehackt op een van de servers? Is er... Wat kan er aan de hand zijn? Het zou nog veel mooier zijn als we nu twee servers hadden staan. Helemaal. Twee authoritative name servers, waarvan de ene wel een goed antwoord en de andere niet. Ik kan wel vertellen hoor wat ik gedaan heb. Ja, dat geloof ik. Ja. Maar het vervelende nou is dat als je hier goed van maakt, goed.b dat all of that work, dan werkt het nog steeds niet. Terwijl als je hier goed van maakt, goed.c dat all of that work, dan werkt het weer wel. Ik kan je zeggen, het is één bitje verschil. Het is één bitje ergens omgezet. In het hele systeem is er één bitje omgezet. Oh, maar dan is het de methode die... Jij hebt hem door? Ja, welk bitje omgezet is, dat is raden natuurlijk. Nou, ik kan je nog een hint geven. Kijk eens naar je eigen zo'n file. Want die van mij, die ziet er echt niet veel anders uit dan die van jullie. Nee, ik ga ook niet... Even... Een van de hints die hier je hebt, zie je hier al, hè? Kijk eens. Ster c.olof.work. Dit is een NSEC record met een ster. En als je naar boven gaat, foutje maakt niet uit wat hier staat, olof.work, dan zie je een RS zich. Oh, je bent aan het van alles aan het doen. Ja, sorry. Even pak deze weer. Ja, is oké. Goed. Ja. Gaan we even naar boven. Foutje dat all of that work, dan zie je hier een RS zich met label lengte 2. Dus dit is in ieder geval een wildcard. Sorry, wat zeg ik nou? Ja. Ja, label lengte 2. Dus dit is een wildcard substitutie. Ja. En als je naar de C kijkt, dan zie je daar ook een wildcard substitutie. Dus nee, wat er hier gebeurt is iemand heeft de authoritative server gehackt. Of er is een transmissieprobleem. En het originele record was een wildcard die zei het adres is 11. Ja? En het bitje is geflipt en het is nu 12 geworden. En de signature is gemaakt over data die zei het is 11. Dus daardoor gaat die signature fout over die wildcard expansie. En alles wat je daar invult wat die wildcard raakt, dat gaat fout. En alles wat je invult en een andere wildcard raakt, namelijk die B, dat gaat goed. Dus je hebt hier met twee wildcards te maken die interactie hebben. En de ene, daar is in gehackt en de andere niet. Nou, dat is best moeilijk nazoeken. Maar ja, goed, dit gebeurt bijna nooit. Want dit is iemand die op een authoritative server een stukje data heeft veranderd. Maar je ziet... Wat er gebeurt is dat als het fout is, als het echt fout is, gaat het op zwart. En dat is nou precies de bedoeling. Goed, wat hebben we vandaag geleerd? Best veel. Best veel. We hebben gezien, zeker in dat laatste stukje van het lab, dat het aanzetten van DNSSEC validatie een fluitje van een cent is. Je hebt daarvoor nodig een trust anchor.
Waar haal je zo'n trustanker nou vandaan? Zo'n trustanker haal je voor de root, kun je die halen van de IANA website met HTTPS beveiligd. Hij zit in de unbound distributie. En er zijn een aantal andere plekken waar dat ding... Je kunt hem ook gewoon van het DNS trekken. Hè? Je kunt gewoon een DNS key record opvragen met DIG. En dan krijg je de root key. En als je dat een week achter elkaar doet of een maand achter elkaar... en je krijgt consistent hetzelfde antwoord en je doet dat nog van verschillende plekken... Well, misschien geeft je dat wel voldoende vertrouwen. Zeker als je dat dan ook nog eens een keer controleert met de IANA-website, met HTTPS. Het systeem is zo opgezet dat er zijn een aantal trusted community representatives die de sleutel hebben zien genereren en die de output uit eerste hand gezien hebben. Ik ben daar zo een van. Ik kan in theorie vouchen voor de DNS key en voor de DNS key die we bij Unbound in het pakket hebben gestopt, heb ik ook de eerstehands bewijs daarnaast gehouden. Dat is meer toeval dan wijsheid dat ik daarbij was, zeg maar, en dat dat kan. Maar dat is een andere optie, dat je een van die trusted community representatives als een jasje trekt en zegt, wat is de sleutel eigenlijk? Ik denk dat niemand dat ooit zal doen, maar het kan wel. Ik zou morgen zomaar iemand aan de telefoon kunnen hebben die zegt van, lepel die sleutel eens even op. En dan ga ik, moet even zoeken. dat is een kopie van de trust key. En hij zit hier in een tamperproof envelop, vandaar die vlekken. Het gaat niet zo goed met de fotocamera. Maar dat is iets wat ik... Nou goed, lees het even snel op. Nee, maar goed, het configureren van een recursive name server is een fluitje van een cent. Voor unbound en voor bind is het echt makkelijk. Je kunt het aanzetten. Je moet ervoor zorg dragen dat in jouw omgeving waar je dat naar binnen rolt, dat er geen netwerkproblemen zijn. Dus dat er geen firewall zit die nare dingen doet. Maar dat merk je heel erg snel. Toen wij hier naar binnen liepen met onze DNSSEC, ik draai DNSSEC op mijn laptop. Ik ga daar morgen nog wel even iets over vertellen hoe je dat doet. Maar ik draai DNSSEC op mijn laptop en binnen 5 seconden had ik door dat het werkt. Dan gaat die niet werken. Dan krijgen we er niet doorheen. Dus dat merk je heel erg snel of er lokaal iets aan de hand is. Je hebt daar wat tools voor. En als je dat eenmaal gecontroleerd hebt en je doet daar even een kleine testrun op. En je draait langzaam gebruikers naar binnen. Dan heb je DNSSEC zo aan. En het werkt stabiel. Het is echt stabiel. Ik heb de T-Mobile draait dat op zijn mobiele netwerk voor alle dataklanten. Ik heb van de jongens die dat daar draaien eigenlijk nooit iets gehoord van. Hé, daar hebben we nu spijt van. Daar hebben we hele grote problemen mee. En dat vind ik echt een belangrijke use case. Ik vind het ook jammer dat T-Mobile daar zelf verder weinig over roept. Maar je kunt het makkelijk nazoeken op je handset. Er zijn wat websites die een oké'tje laten zien als je DNSSEC doet. De truc is dat ze een adres hebben wat bij DNSSEC niet valideert. En als je geen DNSSEC hebt, komt het door. Zeg maar mijn foutje van net. En achter die... Achter dat ding wat wel valideert, daar zit of een Java dingetje in of een stylesheet die de website wat verandert. Zodat je kunt zien of je DNSSEC hebt of niet. Maar goed, dat is dus makkelijk. Dat kun je vrij makkelijk doen. Unbound en bind kun je beide op Windows installs zijn ervoor. In een organisatie is dat vrij makkelijk uit te rollen. Als je DNSSEC gaat doen op je zones... Dan heb je sowieso al 2 sleutels nodig. Je moet gaan signen op regelmatige intervallen. En je moet voor een aantal andere dingen zorg dragen. Daar gaan we het morgen over hebben. Over key signing, wat key rollovers doen en wat je daarvoor moet aanpakken. Morgen gaan we het ook hebben over nog eens... als je DNSSEC wil uitrollen in je organisatie, zeker van die authoritative kant, waar moet je rekening mee houden?
Maar vandaag zou de basis er moeten liggen. En morgen krijg je nog te horen waarom het echt lastig is. Zijn er tot nu toe vragen? Dan gaan we lekker vroeg naar huis. Dank u wel allemaal.